1 Kobe Ilse Touché. Vlaamsgezind, hoogbegaafd, zwak van hart, vaderloos, drie vrouwen, vijf kinderen. Negenmaal premier, staatshervormingen en een hospitaal in Italië. We gaan twee uur Touché wel kunnen vullen, denk ik, met Wilfried Martens. Welkom, meneer Martens. Dank u wel voor de uitnodiging. Dit programma gaat over de dingen die u raken. Bent u snel geraakt? Bent u emotioneel? Uiterlijk niet, uh, maar in feite wel. Ja? Dus uh, ik heb geleerd uh, mij te beheersen. Uh, maar dus dat betekent niet dat ik geen gevoelens heb, in tegendeel. Laat ons daarna gaan, daarnaar op zoek gaan naar uw gevoelens. Beheers u vooral niet vandaag, meneer Martens. Beste luisteraar, een heel goede morgen en hartelijk welkom bij Touché. I'm on my Mayon on van Sarah Ferry. Touché. Wilfried Martens is onze gast. Meneer Martens, wat iedereen zich afvraagt, hoe gaat het met u? gaat zeer goed. Ik voel me uh, zeer goed eigenlijk na Om... het accident van vorige week. Ja, vertel eens, wat is er precies gebeurd? Wel, ik moest zondagmorgen, die zondagmorgen, spreken voor 500 jongeren in Sorrento. Mm -hmm. We zijn laat toegekomen de vrijdagnacht, van rond middernacht. En uh, dus de zaterdag was vrij. En degenen die het hebben ingericht, dat, uh, die conferentie, hebben ons aangeboden om met een boot naar Capri te varen. Ja. En je gaat toch zwemmen? Ik zeg ja, natuurlijk ga ik zwemmen. Maar ik kwam uit een lange periode met veel uh, vergaderingen, veel stress en veel vermoeidheid. Ik heb, ben van de boot in zee gegaan. Ik heb dus tien minuten gezwommen, zonder mm -hmm. problemen. En dan probeerde ik terug te zwemmen naar de boot. En dat ging niet. Uh, dus er was heel wat beweging in het water. Mm -hmm. Maar ik, ik kwam niet vooruit. Ik heb me moeten vastklampen aan een reddingsboei. En men heeft mij me dus moeten helpen om uh, opnieuw uh, op de boot te geraken. Ik was zeer kortademig. Ik was bij volle bewustzijn. Ik had geen pijn. Mm -hmm. Maar dus ik was uitermate vermoeid. Gelukkig was er ook een uh, dokter aan boord van de boot. En die heeft gezegd, we uh, moet op het bed gaan liggen, benen naar boven, dat het bloed ook naar het ja. hart en naar de hersenen gaat. En dus men is dringend teruggevaren naar Sorrento vanuit Capri. En daar heeft u mij opgevangen en ben ik in de kliniek opgenomen. Ja, want u eigenlijk u heeft een zwak hart. Dat wist u al langer. Had u rekening mee gehouden dat het risico bestond om weer. Iets aan uw hart te krijgen? Ik heb eigenlijk geen zwak hart. Toch niet? Dat wil zeggen, toen ik 14 jaar oud was, heb ik een acute gevrichtschruma gedaan, met ook een infectie van het hart, en meer bepaald van de hartkleppen. Mm -hmm. En één, de belangrijke hartklep, de aorta, uh, is nooit volledig genezen. Ik heb daar 33 jaar mee geleefd, en ik ben dus in 83 geopereerd, en gelukkig heeft men die uh, defecten ...hartklep vervangen door een kunstklep... Ja. ...die de beroemde naam heeft... ...Björk Shiley. Björk is de naam van de dokter... ...die ze heeft ontworpen... ...en Shiley is een afdeling... ...van een fietser... Fisser, uh, ...dus een fameu fameus Amerikaans... Uh, ...farmaciebedrijf. Ja. En dus... sinds 1983... ...heb ik duizenden kilometers gefietst. Ja. Nogthans... Ik heb me getraind... Tot ook vandaag nog. Maar klopt het dat ze op, op uw veertien jaar, dat, het, toen de, dat de huisarts toen zei, u bent eigenlijk enkel geschikt voor lichtbureauwerk? Ah, absoluut zeker. <laughs> dus de huisarts zei tegen mijn moeder, uh, ja, voor hem, uh, hij zou nooit zwaar werk mogen doen. Uh, heel licht werk, bureauwerk, dat was de opvatting ja. in 1950. Maar dan dacht u, ik ga toch maar elf jaar premier zijn in negen regeringen. <laughs> ja, dat <laughs> dacht ik niet. Maar va, ik heb een zeer actief leven geleid ja. met, een, uh, met een defecte Harteclap. De laatste maanden voor mijn operatie, ik was eerste minister, ik had dag- en nachtvergaderingen, gans de tijd ook in het parlement. Mm -hmm. Dat was een kruisweg geworden. Dat is de reden waarom ik gevraagd heb. Mij te opereren. Professor Stalpaard heeft dat gedaan. Dat ja. was in Leuven. Ik had ook een uitstekende cardioloog daar. Professor de Geest. Ook de huidige, zijn opvolger. Uh, professor van de Werf. En ze hebben mij uitstekend geholpen. Hoe was het mogelijk na 83. Uh, dat ik nog mm -hmm. 30 jaar praktisch. He dat, dat zeer actieve leven leidt. Heeft dat u nu een mentale tik gegeven wat er vorige week gebeurd is? Bent u nu onzeker geworden? Wel, ik niet, uh, ik ben zeer be bezorgd. En ik denk dat het van groot belang is. En dat is ook de reden waarom de ploeg in Leuven uh, aanvullende onderzoeken doet. Uh, is het puur op basis van stress of vermoeidheid? Mm -hmm. Of is er een andere reden? En ze zullen dat zeker nagaan ja. uh, in aanvullende onderzoeken. En uh, is er een verband? met een ander fenomeen, medisch fenomeen of uh, oorzaak. Uh, wellicht kunnen ze, ik ben ervan overtuigd, dat ze dat ook door aangepaste medicatie voor de toekomst kunnen verhelpen. Maar de komende twee uur bent u op uw gemak toch? Ja, ik ben op mijn gemak, ja. Als er iets gebeurt, wat moet ik doen? Ja, ja dan moet ik de... De dokter bellen. De dokter bellen, maar ik okay. hoop, ik ben zeker dat, het niet, dat dit niet zal gebeuren. Bij ons te gast vandaag in Touché Wilfried Martens, een man die geen inleiding meer nodig heeft. Meneer Martens, niet zo heel lang geleden is er een heel groot Belgisch probleem opgelost: BHV. Dave Sinardé zei, de, uh, Steve Sinardé, de politicoloog, zei dit erover. Spontane uitbarstingen van volksvreugde, die had ik nog niet echt verwacht. Het is eigenlijk heel raar. Hè? Um, het lijkt alsof we jarenlang in een soort transe zijn geweest. Um, trouwens niet enkel aan Vlaamse kant, maar ook aan Franstalige kant. Waarbij uh, ja, BHV absoluut de grote prioriteit was. Uh, dat moest gespitst worden, of dat mocht absoluut niet gespitst worden. Hè? Dat was een zaak van, van leven of dood uh, aan beide kanten van de taalgrens. Aan Vlaamse kant uh, wilden partijen niet tot regeringen toetreden voor het opgelost was. Uh, er zijn regeringen overgevallen. Er zijn... Uh, heel Heel lang geen regeringen kunnen gevormd worden. Uh, en ja, soms waren er wel eens uh, mensen die probeerden om nu en dan eens een rationele opmerking ja. over dat dossier te maken en die toen ook al zeiden van. Ja, maar uiteindelijk gaat het toch vooral om een symbooldossier. Een complex proces als de, als de verfransing, die trouwens eigenlijk geen verfransing meer is, maar een Nederlandsing, ja. dat zegt ook bijvoorbeeld Vlaams minister Bourgeois terecht. Een soort internationalisering. Dat ga, je, ja. Ja, dat ga je daar ook eigenlijk niet mee tegenhouden. Bovendien ja, zal het gevolg zijn dat de Vlaamse Brusselaars geen verkozenen meer zullen hebben in de Kamer. De Vlaamse partijen gaan ook één zetel verliezen. Al dat soort rationele opmerkingen die werden in die periode van, van de voorbije jaren allemaal wat weggeduwd, weggelachen. Uh -huh. Dat werd niet gehoord. Dat paste niet in het plaatje. Dan moeten we nu ook niet meer komen aanzetten met relativerende, rationele analyses. Dan moeten we nu ook maar uh, de champagne ontkurken en de feestneus opzetten. Ja, moeten we champagne ontkurken en de feestneus opzetten, meneer Martens? Wel, ik ben zeer tevreden dat uh, dat probleem dus opgelost is. Dat wil zeggen dat er een wettekst is goedgekeurd. Uh -huh. Men heeft natuurlijk heel veel tijd verloren. Als je het in een historisch perspectief ziet. Het eerste akkoord over de splitsing van BSV mm -hmm. is 35 jaar oud, 1977, in het Egmond-pact. Ja. Men had het toen kunnen doorvoeren, maar we weten uh, op welke manier het Egmondpact is ten onder gegaan. Een van de gevolgen was dat dit akkoord, dat vrij gemakkelijk onderhandeld werd destijds, mm -hmm. uh, dat dit dus ook geen doorgang heeft gevonden. We waren ons ook bewust in 1977 uh, over uh, het probleem voor de Vlamingen binnen Brussel. Hoeveel zijn het? De 60.000 stemmen die nog worden uitgebracht op Vlaamse lijsten. En we hebben zelfs toen gepoogd uh, te voorzien in de mogelijkheid dat er toch ook nog Vlamingen binnen die 19 gemeenten in het parlement zouden worden verkozen. Want dat is nu de grote kritiek, vooral van de Vlaamse partijen. Ja, dat akkoord is er wel, maar de Vlamingen in Brussel zijn zo goed als al hun politieke rechten kwijt. Ja, ze wisten dat dan. Ze wisten dat zeker indien men allemaal met een eigen lijst zal opkomen. Mm -hmm. Indien de Vlaamse partijen binnen Brussel... Zouden overeenkomen om een gemeenschappelijke lijst te maken en gemeenschappelijke kandidaten, is er zeker een kans ja. dat er nog één of twee Vlamingen worden verkozen. Maar toch, u was als, als student ook Flamingant? Vind... Ja, natuurlijk, ik ben nog, nog, steeds, nog steeds zeer Vlaamsgezind. Maar en zou, de, zou, de, zou de student Wilfried Martens dit ook een goed akkoord vinden? Ik zou het zeker een goed akkoord vinden. Ik toch? denk dat dit op het terrein misschien niet veel zal wijzigen. Maar. Uh, het is in overeenstemming gebracht met wat wij hebben tot stand gebracht. Taalgebieden mm -hmm. met grenzen, afgebakend, ik gebruik liever het woord, afbakeling. En het was dus niet normaal dat men tot in de buurt van Aalst Franstalige kandidaten kon verkiezen maar vanuit is, Brussel. Het is toch wel weer een compromis van een compromis van een compromis, of niet? Ik denk dat Wouter Beke dat heel goed gene genegoceerd heeft. Ik denk uh, dat hij dat goed gedaan heeft, dat hij natuurlijk een vergelijk heeft aanvaard. En dat situeert zich in de zes randgemeenten. Mm -hmm. Maar dat is een product van de taalwet van 1963. Ja. Ik stond aan uh, de Poort van Ertochilledaal als militant van de Vlaamse volksbeweging in 1963. Huh? Ja. En we waren niet tevreden met wat er toen werd voorzien voor de randgemeenten. En we hebben dat meegedragen tot in dit akkoord. Maar buiten dat is er geen enkele andere toegeving gedaan. Is en dus is het in overeenstemming met de hele federale structuur van ons land en ja. met het herkennen van de taalgebieden. Maar de bedoeling was toch een beetje die verfransing te stoppen. Is, de, is dat nu gebeurd? Of is vooral, wat er ook gezegd wordt door uh, Sinardé de ontnederlandsing van de rand gestopt. Ja, dat is een goed woord. Hein? Het is de internationalisering. Van het gebied. Het uh, is niet een kwestie van verfransing. En dat is een fenomeen. Brussel is uitgegroeid tot een van de belangrijkste Europese centra. Men mm -hmm. kan het de hoofdstad van de Europese Unie noemen, in feite. En er voltrekken zich processen. Mensen die daar komen wonen, niet alleen Franstaligen, maar ook uh, Engelstaligen, Duitsstaligen enzovoort. Trouwens, in Brussel, op. Het terrein zelf binnen de 19 gemeenten. Brussel is een internationale stad geworden. Wat is de tweede taal in Brussel? Engels. Dat is het Engels. Ja. En dat proces gaat zich doorzetten. Natuurlijk, het fenomeen uh, wat betreft wat we vroeger noemden de olievlek, dat was verfransing. Mm -hmm. Maar de internationalisering van een strook rond Brussel heeft te maken met totaal andere factoren. Brussel, trouwens, heeft een. Enorm ander probleem, de aanwezigheid van wat men nog altijd noemt de allochtonen in Brussel, mm -hmm. dat is nog een ander uh, nieuw verschijnsel waar de Frans Dollen niet aan gedacht hebben toen ze in 1963 het FDF hebben opgericht. Ja, maar wat u daar zei over dat Engels... Vorige week, nee, twee weken geleden, was Bruno de Wever, broer van de gast in Touché, professor Geschiedenis met een specialisatie nationalisme en sprak ook over dat Engels als gemeenschappelijke taal luisteren. Nee. Ik kan mij voorstellen dat het Engels op een bepaald moment in onze federale politiek een soort van communicatiemiddel wordt tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Dat kan ik mij wel voorstellen. Ja. Uh, alle onderzoeken wijzen uit dat het Frans werkelijk heel snel achteruit gaat in, in Vlaanderen. Ik ken ja. niet van het Frans. Het Engels tegen niet. Hè. Onze ja. leerlingen zijn goed in het Engels. En het, uh, ja. alles wijst ook uit dat de, onze Franstalige landgenoten veel eerder voor het Engels kiezen dan voor het Nederlands. En ik kan ook wel begrijpen waarom. Ja. En dus kan ik me voorstellen dat er een moment komt, en het gebeurt toch nu al in vele domeinen, dat, dat, dat we in, in België, in het Engels, met elkaar gaan communiceren. En waarom zou dat dan ook niet kunnen op termijn in de federale politiek? Ja, gaan we echt Engels praten in het parlement binnenkort? Om elkaar te kunnen begrijpen? Niet in het, begrijpen? het parlement, niet in de regering. Het Engels is natuurlijk een noodzaak in Europees verband. Maar ook in een ook Belgische context? Een, het is ook een noodzaak Engels te kennen. Uh, in Belgisch verband. Maar. Indien men wat men noemt. Uh, de tweetaligheid. dat wil zeggen. dat Vlamingen Frans kennen. en Franstaligen Walen. Nederlands. als men dat opgeeft. is een enorme verarming. En het is ook. denk ik. praktisch uitgesloten. in de politieke wereld. en in de economische wereld. Mm -hmm. En ik zou het ook op een verarming vinden. indien mijn kinderen geen Frans. Mijn jonge kinderen geen Frans meer zouden leren of kennen. Ze zijn natuurlijk ook zeer aangetrokken uh, in de algemene sfeer naar het Engels. Ja. Het zou een verarming betekenen. Het zou ook onmogelijk zijn. Ik herinner me de vergaderingen van de ministerraad. Die ik dus twaalf jaar heb voorgezeten. Uiteindelijk was er nog één minister die naar de vertaling luisterde. En ik leidde de dossiers in. Die van Vlaamse ministers in het Nederland, die van Franstalige ministers in het Frans. In de politieke wereld, ik zie niet in hoe men in het parlement, in het federale parlement, uh, Engels zou spreken. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat men geen Engels moet kennen. Ja. En dus de elite moet het kennen, maar de elite in ons land moet ook uh, de Walen, de Franstaligen, Nederlands kennen en de Vlamingen, Frans. Uh, ik denk dat zonder die basis het uh, niet haalbaar zou zijn om uh, ons systeem, onze federale sta staat, in stand te houden. Ik heb veel sympathie voor Bruno de Wever. Mm -hmm. Ik zeg voor Bruno de Wever. Ja. Dus, en ik zie dat, dat hij ook eigen, autonome, zelfstandige standpunten inneemt. Ja. Maar ik denk op dit punt, wanneer het Engels een noodzaak is, ik heb het al gevonden in Italië nu, ik ken geen Italiaans. In, in, in het ziekenhuis sprak ik Engels met de dokters. En, en sommigen onder hen kenden Engels, wat in Italië ook een probleem is. Ja. Het is een noodzaak, maar dus het zou een enorme verarming zijn. En het zou onhaalbaar zijn, denk ik, om ons land zoals het nu als een federale staat is opgebouwd, mm -hmm. zonder. Frans te kennen of Nederlands te kennen, uh, dat in stand te houden. De naam De Wever is eruit, wel in een andere context, maar Bart De Wever. U zei net van, ik ben nog altijd heel flamingant. Toen u, of probeer de jongen, de Martens, nog eens, nog eens op te roepen. Als die op dit moment een keuze zou moeten maken, dan zou je toch voor NVA kiezen? Absoluut niet. Nee? Nee, men heeft jarenlang beweerd dat ik, als studentenleider in Leuven... Prezes van het Verbond. Prezes van de Vereniging van Vlaamse Studenten. Mm -hmm. Voorzitter van het Jeugdcomité Expo 58. Ja. Dat ik zeker naar de Volksunie zou gaan. Maar ik ben verbonden langs mijn familie en door mijn opvoeding met de christendemocratie. Maar was het ook niet omdat u wist dat u bij CVP veel meer kans had om? Ja, dat heeft u altijd gezegd. Hij te... had de ambitie, me vertelde dat in Leuven, om eerste minister te worden. En dat is de reden waarom hij niet naar de Volksunie is overgestapt. Ja. Is dat de meeste zo? van mijn kameraden, uh, in, in het verbond bijvoorbeeld, Mik Babylon, taalloze anderen, zijn naar de Volksunie gegaan. Ze waren aanvankelijk lid van de CVP jongeren. Ze zijn veranderd hmm. van opinie. Ik was geen lid in Leuven van de CWP-jongeren. Heeft u er ooit aan gedacht om over te stappen? Nee, nooit. Echt nooit. En dus, uh, men ze heeft altijd gezegd. Hij had de grote ambitie om minister of eerste minister te worden. En dat heeft hem verhinderd. Nee, het is veel dieper. Het was mijn overtuiging. Familiaal, waar we sterk verbonden waren. Met het christelijk syndicalisme ook. Uh, mijn moeder was. In de boerenband, boerinnenband. Mm -hmm. uh, mijn ooms werkten in Gent, waren sterk verbonden met de textielsector en de christelijke vakbond en dergelijke de... meer. Maar ook mijn, vooral mijn leraars. Maar de vraag was daarnet: als de jonge Martens nu zou moeten kiezen. Want CDV is al lang niet meer de CVP van vroeger, dus ook niet met die grote christelijke waarden waar u over spreekt. Als u nu zou moeten kiezen, dan, is, dan zou de keuze voor NVA toch logischer zijn bij uw overtuigingen van nee. toen? Nee, ik denk dat er niets af te dingen valt op het Vlaams programma van CDNV. Integendeel. Dus het is een volwaardig Vlaams programma. Maar, beslissend is, beslissend zou zijn voor mij dat ik zou kiezen voor de christendemocratie. En dat is natuurlijk... Nog boven het Vlaamse. Nee, tegelijkertijd. De beide. Maar natuurlijk, Kiezen voor de christendemocratie is in die zin nog veel fundamenteler, vind ik. Natuurlijk kiezen voor een echte Vlaams programma en een Vlaams engagement zou ik zeker ook doen in deze tijd, vanzelfsprekend. Mm. Maar ik zou ook kiezen voor het ganse waardensysteem dat wij met de christendemocratie verdedigen. Trouwens, ik zou dat moeten doen op een ogenblik dat ...de CDNV lid is van een grote Europese partij... ...die heet de Europese Volkspartij. Ja, waar u ook voorzitter van ja. bent. Wee de staalkansel met How She Threw It All Away. Touché. We hebben Wilfried Martens vandaag te gast. Meneer Martens, u heeft ongetwijfeld... ...of u volgt ongetwijfeld de actualiteit op de voet. Dan heeft u ook dit gehoord vanochtend in het nieuws. In het Vondelingenluik in Antwerpen is voor de derde keer een baby achtergelaten. Het jongetje is in goede gezondheid en werd gisteravond rond kwart voor zeven in het luik gelegd. De politie is een onderzoek gestart naar de ouders van het kind. Woordvoerder van Bastiaanses. Het gaat om een, om een klein kind, een baby die vermoedelijk gisteren is geboren. Een blank jongetje, maar dat is alles dat we op dit ogenblik weten. Het Vondelingenluik in Antwerpen is een initiatief van de VZW Moeders voor Moeders. Het bestaat al twaalf jaar en tot nu zijn er dus drie borlingen in achtergelaten. Ik wil het er graag met u over hebben, meneer Martens, omdat u zelf als kind. Uw vader hebt moeten missen, en ik vroeg mij af hoe u dan kijkt naar zo'n vondelingenschuif en dan het feit dat daar een kind in ligt. Dat doet me aan de Bijbel denken, mm -hmm. in de eerste plaats. Het doet me ook denken aan de mensen, moeders voor moeders, die die vondelingen opvangen en toch proberen. Ik heb gelezen dat die kleine jongen overgebracht is naar de kliniek. Dat dit trouwens de Kleine heet. Je had nog geen voornaam, heb ik gelezen in een krant. Mm -hmm. In gezet van Antwerpen. Uh, en dat doet me denken aan de periode dat je zeer jong, ik was zeven jaar in 1943 toen mijn vader gestorven is. Uh, en dat je dus achterblijft. Gelukkig had ik mijn moeder. Uh, en. Ik vraag me dan af, wat is de toekomst van zo'n kind? Ja. Vindt u het dan een goed idee, zo'n schuif, of bent u daar eigenlijk principieel tegen? Ja, vind ik een zeer goed idee. Toch? Vind ik een zeer goed idee. Ja. Ik denk, we zijn altijd bezig, ook in onze politieke familie, over de waardigheid van het menselijk leven. Uh, zonder discriminatie. Uh, en een kansen geven, ook in uiterst precaire omstandigheden, zoals dat voor die jongen... voor die. Pasgeboren baby het geval zal zijn. Maar de vraag is dan of die een kans krijgt nu. Ja, en de vraag is natuurlijk, de politie gaat blijkbaar proberen te weten te komen wie de ouders zijn. één of twee van de ouders. En de vraag is natuurlijk wat de verdere evolutie zal zijn. Of die dan toch verantwoordelijkheid willen opnemen. Ik weet ja. niet hoe dat in de praktijk wordt georganiseerd. Maar natuurlijk die hulp op dat het kind in leven zou blijven. En ook een toekomst zou hebben. Is een enorme opgave wat die, die zijn moeders voor moeders tot stand brengt. Mm -hmm. Hoe heeft dat u getekend zonder vader opgroeien? Wel, mijn moeder is er trouwd na twee jaar. Ik kreeg dus een stiefvader, waar mm -hmm. u een, goed, een goede band mee had. Waar ik een goede band mee had. Natuurlijk, mijn moeder heeft alles bepaald, hoor. en meer bepaald. Ik was zeven jaar. En ik ben dus uh, na de lagere school, dat was een grote uitzondering voor een klein gezin, voor een klein boerenhof, uh, met niet veel middelen, met geen middelen, om verder te studeren. Want u was hoogbegaafd? Ik was de eerste van de klas, trouwens ook verschillende van mijn broers, ik was de oudste van vijf broers. Zijn ook, hebben ook verder kunnen studeren en dat was een uitzonderlijke stap. Want eigenlijk was het vooruitzicht dat ik na de lagere school op 14 jaar zou gaan werken. Mm -hmm. En dat ik dus een inkomen, ook bijkomend inkomen, zou bezorgen aan ons gezin. Maar onder meer, uh, de onderpastoor van onze parochie, van de gemeente Sleiding, is heel sterk aangedrongen. En ik ben dus dankzij het Fonds van de Meest Begaafden. ...van het bisdom... Ja. ...ben ik dus intern kunnen worden... ...in het Sint-Vincentius College in Eeklo... ...en ben ik dus de humaniora begonnen daar... Ja. ...maar ja. dus... ...ja, gezegd... ...zonder vader... ...dat is natuurlijk heeft een u heel... Daar, heeft u daar een bepaalde verlatingsangst door gekregen? Nee, dat niet... Uh, ...ik denk dat ik... ...dankzij ook het enorme voorbeeld... ...van mijn moeder heb ik dus dat nooit gehad... Zij heeft me heel sterk gestimuleerd. Het was voor haar een zeer zware opgave hmm. en een offer uh, om de kinderen, degene die de ambitie hadden om verder te, te studeren, om ze die kans te geven. Zij heeft dat gedaan. Zij heeft enorm gewerkt. Ze is er ook aan ten onder gegaan, ook vrij vroeg gestorven. Maar dus, uh, dankzij die band met mijn moeder. Uh, heb ik me nooit eenzaam of verlaten gevoeld. Nee, maar u, u bent u bij de ouders dan vroeg verloren. Vroeg verloren, absoluut ja. En dus mijn jongere broers zijn uiteindelijk, na de dood van mijn moeder, zijn ook bij familie gaan wonen in Gent. Uh, ons ouderlijk huis was in Sleidingen. Maar mijn jongere broers zijn dan bij familie, ooms en tantes in Gent gaan wonen. Ja, sprak u op de lagere school ook al algemeen Nederlands? Nee, dat is een heel andere geschiedenis. Uh, ja, natuurlijk in de klas wel. Hoor. Want u staat erop dat Nederlands moet correct zijn. Absoluut. Dus ik heb de grote kans gehad in het maleur van mijn lange ziekte in 1950. Mijn ouders hebben toen een radio gekocht. Wij hadden die niet. En ik heb dus wekenlang, verschillende maanden lang, voortdurend... Naar de VRT-radio geluisterd. Het baken voor het Goed Nederlands. Het baken voor het goed Nederlands. En daar heb ik geleerd beschaafd Nederlands te spreken. Niet alleen daar, maar hoofdzakelijk daar. Ik kwam terug als intern naar het Sint Vincentius College in Eeklo. Hmm. En ik was een van de eerste promotoren voor algemeen Beschaafd Nederlands. Ja. Maar de oorzaak, de reden, de goede reden. Waarom ik dat kon doen, was dat ik heel goed gevormd was, luisterend wekenlang, maandenlang naar de VRT-radio, ja. en... INR of NIR, dan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Van op Flagé nog in de tijd. Op het ja, 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 ja. En die taal van u, daar is ook af en toe wel eens mee gelachen. Ja, Dirk de Noël die u nadoet, die u ja. parodieert, kan u daarmee lachen? Ja, natuurlijk. Toch? Natuurlijk. Kan u zichzelf relativeren? Ja, Dirk de Noël en uh, veel, nog veel straffer, nog veel uh, intenser was TV Touché destijds. Huh? Ja. Dus uh, medestanders van mij zijn dat is een schandaal wat daar gebeurt. Dus in die uitzendingen van TV Touché. Dus iedere week. En uh, ik zeg, nee, dat is niet, ik ben daar heel blij mee, dat is een ongelooflijke reclame voor mij. Maar het zinnetje, dat is evident, hè, dat heeft u wel ja, afgeleerd. Dat heb ik afgeleerd. Daardoor? Niet daardoor, nee, en in het Frans, oui, oui, dus ze hebben ook sketches opgevoerd... Uh, met die uitspraak van mij, dus ja, dat komt spontaan op, we beheersen dat niet. Mm -hmm. En dus dat was in de, in de Franstalige media vooral bekend. Ja. Bent u nu nog altijd taalactivist? Wilt u nog altijd dat de jeugd, dat de mensen algemeen Absoluut. Nederlands Absoluut, uh, dus ik zie dat uh, er een zware tendens is om, uh, mag ik het dialect te noemen, ik weet niet of dat het juiste woord is, uh, opnieuw uh, te promoten. Zoals wij destijds uh, de cultuurtaal, het algemeen beschaafd Nederlands, mm -hmm. hebben gepromoot en doorgevoerd. Maar niet vergeten, uh, mijn leraars waren praktisch allemaal priesters. De meesten onder hen, onder elkaar, spraken dialecten. Kan u nog dialect praten? Wel, ik kom van Sleiding, dat ben ik vergeten. Ik heb lang in Gent gewoond. Laat eens iets, iets horen, meneer Martens. Uh, hoe zit u? Laat u, laat u eens, ons eens meegenieten van een, 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 meer, een, een Wilfried Martens die iets in het dialect zegt. Tot zo. Ja, Slijns, dat is de uitdrukking. Hè. <laughs> ja. En het was verschillend van de gemeente daarnaast, hè? <laughs> hoe, hoe was het daar? Uh, Waarschoot ken ik niet, maar Slijns wel. Hè. <laughs> u, u voelt onmiddellijk <laughs> de, de enorme afstand tussen ja. de taal die ik nu gebruik en die ik als student heb uh, beginnen gebruiken ook in de normale omgang was wel een probleem als ik thuis kwam mijn moeder sprak natuurlijk vanaf de beginnen geen ja. beschaafd Nederlands ze heeft het dan ook meer en meer geleerd en ook gesproken met wat, mij Wat is het mooiste woord in het Nederlands meneer Martens? Oh, het mooiste woord is liefde. Liefde. Ja. Hooi nummer, Spinvis met Ronnie knipt zijn haar. Wilfried Martens is onze gast vandaag. Iemand die meer dan 40 jaar politiek actief is. Dat is zo, meneer Martens? Eigenlijk 50 jaar. 50 als je de periode in de Vlaamse beweging bijtelt, vanaf 1957. Mm -hmm. Maar partijpolitiek 40 jaar. Ik ben dus in 1972 uh, voorzitter van de CVP geworden. Ja. Ik ben het zeven jaar geweest. Twaalf dan... jaar eerste minister tot 1992. En dan moeten we dus nu twintig uh, jaar bijrekenen. EVP-voorzitter. Ik ben meer dan. Ik ben 22 jaar voorzitter van de EVP, van de ja. Europese Volkspartij. Dus eigenlijk aan de top 40 jaar. Kan u zichzelf dan nog recht in de spiegel zien als u 40 jaar toppolitiek doet? Ja, ik probeer dat. Ik poog dat. Uh... Ik heb gekozen uh, voor een taak en een opdracht in de gemeenschap. Ik denk op het hoogste vlak, namelijk uh, door aan de samenleving te bouwen als politicus. Mm -hmm. Ik ben zelfstandig gebleven, ik ben niet gebonden aan groepen of personen. Uh, ik heb het niet voor het geld gedaan, zeker niet. Uh, ook niet nadat ik geen eerste minister meer was. Dus op dat gebied op een zeer bescheiden manier. Ik geloof in die opdracht en ik zal zeker er beginnen. Ja. Waarom antwoordt u niet volmondig ja op de vraag? Waarom zegt u, ik hoop het of ik denk het? Dat ik ben zich... overtuigd van wel. Ik wil niet pretentieus zijn, niet arrogant zijn. Mm -hmm. Ik heb nooit zaken gedaan die in strijd zijn daarmee. Dus het is eigenlijk volmondig ja. Ja. Heeft u ergens spijt van? Daar heb ik geen spijt van. Integendeel. En ik zou er beginnen zoals ik daar straks zei. Maar heeft u fouten. U heeft ik heb fouten begaan, vanzelfsprekend. Veertig jaar tot politiek. Wat zijn dan fouten? Wat? Bijvoorbeeld, uh, ik denk dat wij, en ik maakte daar deel van uit, en ik was op, op dat gedurende een zekere uh, periode mede verantwoordelijk. Wij hebben uh, op het einde van de jaren 70 en uh, tot het begin jaren van 1980... ...hebben wij een onverantwoord beleid gevoerd, sociaal-economisch. Hm. Wij waren zo ook bezig met het communautaire. In 1980 heb ik de zoveelste staatshervorming tot stand gebracht. Maar dus enkele maanden later werden wij opnieuw geconfronteerd... Met de sociaal-economische problemen. Ik heb de troost, en meer dan troost, ik ben er fier op. dat wij vanaf 1982 een drastisch saneringsbeleid hebben gevoerd. En ik ja. heb de verantwoordelijkheid genomen voor een devaluatie van de Belgische frank. Maar een saneringsbeleid waar u, wat u net zegt, eigenlijk zelf een beetje verantwoordelijk voor was dat u het moest voeren. Ja, maar het was een lange voorgeschiedenis. Hè. Ja. Een voorgeschiedenis met verantwoordelijkheid voor politici, maar ook voor de sociale partners. Ja. Die, dus in de bloeiperiode van de zestiger jaren en ook nadien, toen het niet meer goed ging, mede bepalend waren en in feite het economisch en sociaal beleid beheersten. In de fameuze overleg tussen de regering en de sociale partners. Ja. En ik heb het einde daarvan meegemaakt dat de leiders toen ook van de twee grote vakbonden, Zavout, die ingestemd heeft met het saneringsbeleid, maar ook zoals de Bunne voor het Algemeen Belgisch Vakverband, zeiden: Dat gaat niet, dat gaat niet, dat gaat niet. En ik heb bijzondere machtige gevraagd aan het parlement uh, in mijn vijfde regering, Martens Vijf, uh, met de bedoeling een saneringsbeleid te voeren en ook te kunnen optreden onmiddellijk. De bedoeling was natuurlijk, maar dat kon ik niet mededelen aan het parlement, in de voorbereiding van die wet, van die bijzondere wetgeving, uh, om de frank te devalueren en dan dringende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld wat de indexering betreft. Ja. Ligt, Hebben... u dan, ligt u dan wakker als mens van zo'n van, van zo momenten? Dan ligt ge wakker van, hè? Heeft u het zich enorm, uh, of hoe hard trekt u het zich dan aan? Kan u dat loskoppelen als u s'avonds thuiskomt? Ik kan het niet loskoppelen, nee. Dus ik ken politici die zeggen als ik thuis kom, ik vergeet alles. Dat kan ik niet, in tegendeel. Uh, ik ben daar gans de tijd mee bezig. Dat zal misschien straks toch aan bod komen in de relatie tot mijn oudste dochter. Mm -hmm. uh, die mij verweten heeft dat ik dus altijd... Ik was opgeslorpt daardoor. Ook wanneer ik thuis kwam en wanneer we weekend samen doorbrachten aan zee of grote vakantie enzovoort. Ik kon dat niet loslaten. Dat is juist. Maar dus ik heb ook geprobeerd, en dat was in nauw overleg ook met iemand zoals Jeff Houthuis, via mijn uitstekende kabinetchef Fonds Verplaatsen, om ook de sterkste schouders, de zwaarste lasten te laten dragen. Mm -hmm. Wij hebben altijd een sociaal element. We hebben de zwaksten in die zware inspanningen die jarenlang zijn geleverd geworden in de jaren tachtig pogen te beschermen. En heeft we zijn u, daar ook, geloof ik, in belangrijke mate ingeslaagd. Heeft u op menselijk vlak in veertig jaar politiek slachtoffers gemaakt? Los van uw gezinsleven, heeft u vijanden gemaakt? Ik heb natuurlijk vijanden. Ik heb tegenstrevers. Tegenstrevers in een democratie is een volkomen normale... Verhouding, dat kunnen ook bondgenoten worden. Of coalitiepartners in een regering. En gelukkig hebben we dat in België. Mm -hmm. Ik ben geen killer. Ik ben geen killer. En velen verwijten mij dat. Dat ik geen killer ben. Ze verwijten u dat? Men verwijt mij dat. Ze zeggen in de politiek moet ik een killer zijn. Ja. U heeft nooit messen in ruggen gedoken. Nee, dus... ik ben dat niet. Dus ik heb altijd veel moeite. Om iemand te zeggen, ja. In de volgende regering is er geen plaats meer voor u. Dat is een van de zwaarste uh, opdrachten die ik dikwijls krijg. Het, het lijkt me heel moeilijk om in, in een toppolitieke sfeer mens te blijven bij momenten. Het gaat er zo hard aan toe, of vergis ik mij? Het gaat er hard aan toe, maar het kan ook menselijk zijn. Men kan in discussies, in onderhandelingen, zelfs in de ministerraad, hoogoplopende discussies hebben. Maar dat doet niets af van de waarde die men heeft of die men heeft voor zijn collega's of voor zijn tegenstrevers. Het kan er zeer hard aan toe gaan in het parlement. Ik ben bestempeld geworden, ik zal uh, Louis Tobak niet opnieuw citeren, uh, als ik weet niet wat. Goed, dat heeft niet belet dat wij later. Mm -hmm. samengewerkt hebben, dat hij minister is geworden en in mijn laatste regering en dergelijke meer. Dus het kan er zeer hard aan toe gaan, maar wat moet ik zeggen? De kern, de waardering, uh, het respect, laat ik zeggen, het respect dat men heeft, ook voor de tegenstrever... Uh, primeert of moet primeren. primeren. moet primeren. Wat is het moeilijkste moment geweest? Voor, maar persoonlijk dan. Persoonlijk voor mij. Het moeilijkste moment, de abortuszaak geweest. Abortuswet, de koning die niet wou, die, die die nie wou tekenen. En hoe daarvoor een oplossing vinden. Uitgaand, de beslissing is genomen door het parlement. Alleen het parlement kan die beslissing nemen. Er waren mensen in mijn partij die zeggen... Ja, maar je moet verhinderen dat de koning dat tekent. Dat was natuurlijk opperste waanzin. Het parlement neemt de beslissing. En dus, we hebben uh, onze toevlucht moeten nemen, niet alleen toevlucht, we hebben een oplossing kunnen tot stand brengen, ja. zeggende dat dus de koning in de onmogelijkheid om te regeren verkeert. Maar waarom vindt u dat het moeilijkste persoonlijk dan? Omdat u, een, een, u had een vertrouwensband met koning Badewin, was dat op, op dat vlak moeilijk? Het was uiteindelijk niet moeilijk, maar het heeft een week geduurd. Want de koning was absoluut uh, vastbesloten de wet niet te ondertekenen. Dus als wij geen alternatief vonden, geen andere oplossing, zaten we in een crisis rond de monarchie. Mm -hmm. En hij zou dus niet geweken zijn. Absoluut niet. Dus, uh, als u toen op de spits had gedreven, wat, wat was er dan gebeurd, denkt u? Zegt dan van... zou de koning zijn afgetreden. En zou dus uh, waarschijnlijk uh, regent of uh, zijn opvolger zou dan aan bod zijn gekomen. Ik weet niet of de huidige koning, dat, uh, die toen prins Albert was, of die dat zou gedaan hebben. Maar dit was dus, als ik dus daarover nadenk, en ik dik, denk daar dikwijls over na, veruit het moeilijkste, ook menselijk gesproken, mm -hmm. veruit het, het moeilijkste moment dat ik heb meegemaakt. Heeft u zich ooit bij iemand geëxcuseerd? Ja, natuurlijk. Mm -hmm. Ik heb mij geëxcuseerd, zelfs ten aanzien van collega's, parlementsleden. Ik had eens in een interview uh, iemand gecritiseerd. Uh, door... Ik weet niet welke omstandigheid, was het de verkeerde naam? Uh, die uiteindelijk, tegelijkertijd op elkaar... Ik heb hem een brief geschreven. Maar dat, dat zijn gexcuseerd. kleine Dat zijn kleine. Dat is u, heeft u belangrijk. Ja. Maar, maar heeft u bijvoorbeeld... Iedereen kent de Veten met, met Tindemans. Iedereen kent die verhalen. Heeft u zich ooit... Geëxcuseerd voor beslissingen die u nam, maar die u moest nemen misschien? Ik heb ten aanzien van hem uh, geen beslissingen moeten nemen. Uh, integendeel, vete, uh, dat is niet juist. We hadden een, een verschillende benadering van het politieke beleid. Op sommige punten. Meer bepaald wat de staatshervorming betreft. Ik denk dat Leo Tindemans zou veel minder ver zijn gegaan. ...als wij gedaan hebben toen, meer bepaald in de vorming van 1980... ...en wat nadien is gevolgd. Maar uiteindelijk heeft Jean-Luc de Haan dan dat programma... ...voor de volgende, ja. 1987 en 1988. Ik heb, uh, toen ik de regering vormde, uh, Martens Vijf... ...was Leo Tindemans voorzitter van de partij... ...na consultatie van de partners toen, de toekomstige partners... Heeft de koning een beslissing genomen? Heeft hij niet Leo Tindemans gevraagd, maar mezelf? Ja. De eerste die ik gezien heb, morgens, was Leo Tindemans. En ik heb gezegd: je kunt een heel belangrijke rol spelen als minister van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat toch niet voor enkele maanden. Zeg, hmm. nee, ik zeg voor jaren. is acht jaar mijn minister van Buitenlandse Zaken geweest. Ja. Dus we mag ook niet vergeten. Dus er is een verschillende benadering. Op bepaalde punten niet, op alle punten gelukkig niet. Uh, maar er zijn ook... Uw ganse omgeving speelt daar een rol in. Maar u ging er toch niet gezellig een pint mee drinken samen? Hoe zat u? U ging er toch niet gezellig een pint mee drinken samen? We hebben dat soms gedaan. Hoor. Toch? Maar in gezelschap.